Sommige landen worden steeds maar rijker en rijker. Maar worden die landen ook steeds maar gelukkiger en gelukkiger? Het antwoord op die vraag is nee. En dat is de Easterlin-paradox. We illustreren. Stel, dit is het geluk van de mensen in een land. Weinig geluk, veel geluk. Stel nu, dit is de rijkdom van een land. Weinig rijkdom, veel rijkdom. Wel nu, dan ziet de curve er als volgt uit. Namelijk, wat zien we hier? We zien dat in het begin, wanneer er heel weinig rijkdom is in een land, dat wel degelijk geldt dat wanneer er extra rijkdom bij komt, dat er ook extra geluk komt. Dus voor arme landen geldt wel degelijk extra geld, extra welzijn. Maar voor rijke landen die zich hier onder mijn neus bevinden, daarvoor geldt niet meer dat extra geld ook betekent extra welzijn. Dus in die rijkere landen geldt dat extra geld, extra welvaart niet meer zorgt voor of niet meer samengaat met extra welzijn. Dat is de Easterlin-paradox. En wat betekent dat concreet? Als we graag willen werken aan verbeteren van welzijn, dan kunnen we misschien bij de rijkere landen niet meteen beginnen werken aan verbeteren van welvaart, verbeteren van rijkdom, want dat zal ons toch geen extra welzijn meer opleveren. Maar kunnen we wel misschien direct gaan werken, onmiddellijk gaan werken aan welzijn zelf. Dat is een gevolg van de Easterlin-paradox.